Gringo is een producent van snoektomaatjes. Wij produceren op 24 hectare in Nederland en 40 hectare in de winterteelt in Spanje. Daar produceren wij snoektomaatjes die we vermarkten onder het merk Tommy's. En dat zijn wat ons betreft de lekkerste snoektomaatjes in de wereld. Als teler van Tommy's richten wij ons onder andere op kinderen. Voor kinderen is voedselveiligheid heel belangrijk. En wij telen onze producten dan ook chemievrij. Dat betekent een natuurlijk mogelijk vers geteeld product, ready to eat en veilig voor kinderen. Dat telen we onder andere op kokers, niet op steenwol. We doen er alles aan om de plant zo natuurlijk mogelijk te laten groeien. En daarvoor zijn we ook met nieuwe ontwikkelingen bezig. En die kunnen ons helpen om het product veilig en vers op de markt te brengen. Binnen Greenco ben ik locatiemanager en teeltspecialist. En dat betekent dat ik op dit moment in zomeren op twee locaties de teelt regel. En dat gaat van klimaat, water, tot en met plantenziektes, biologie. Alles wat binnen het teeltgebeuren komt, dat valt onder mijn hoede. Als teeltspecialist zijn wij vooral geïnteresseerd in de gegevens die uit de plantmetingen komen. Dus wij willen weten wat is de zetting, hoeveel vruchten zijn er geoogst, lengtegroei, bladgroei. Van het watergeven willen we weten hoeveel water is er gegeven, EC, pH, verwarmingstemperaturen, kasttemperaturen, buitenlicht. Eigenlijk alles wat een plant nodig heeft om te groeien. En alles wat die laat zien waardoor die groeit, daarin zijn wij geïnteresseerd. Voorheen was er iemand dus uitgebreid bezig om al die registratie bij te houden per kas. Vervolgens moest iemand alle gegevens van alle kassen, alle locaties bij elkaar zetten. En we hebben gezegd van het moet makkelijker kunnen. Wij willen sneller over actuele informatie kunnen beschikken en het liefst ook alles in grafieken zien. Grafieken zijn vaak verhelderend omdat je de geschiedenis mee ziet. En daarvoor hebben wij op dat moment gekozen voor Let's Grow. Iedereen heeft nu, kan overal op iedere locatie inloggen, zijn eigen gegevens invullen. Die gegevens komen centraal bij elkaar. Wij zien van elkaar de gegevens en ze worden automatisch samen in één grafiek geplaatst. Zodat op welke locatie in Nederland ook bent, als wij de zaak bespreken, hebben we allemaal hetzelfde beeld. Bij ons worden de gegevens op dit moment wekelijks geregistreerd. Dus je hebt daggegevens van klimaatgegevens, die komen er dagelijks in. Onze eigen meetgegevens komen er wekelijks in. En elke week op woensdag vult iedereen voor 10 uur zijn gegevens in. En wij hebben donderdagochtend altijd teeltoverleg met alle teeltlocaties samen. En dan kunnen we de gegevens bespreken. Het gebruik van Let's Grow levert ons op dat wij sneller kunnen werken. Er is iemand minder tijd bezig om alle cijfers bij elkaar te zetten. We hebben real-time data op het moment dat we inloggen. Op iedere locatie kan iedereen waar die ook is inloggen. Zelfs op mobiele devices kun je goed meekijken. Grafieken rollen er automatisch uit. Bij teeltoverleg wordt het regelmatig gebruikt om zaken uit te diepen. Je kunt inzoomen. Ook voor arbeidsoverleg zijn we op het moment bezig om te implementeren. Om te kijken of die mensen ermee kunnen gaan werken. Een ander voordeel van Let's Grow is dat wij alle merken klimaatcomputers eraan kunnen koppelen. Niet iedere locatie heeft ons hetzelfde merk klimaatcomputer. Al die gegevens rollen ook uit Let's Grow. In het buitenland staan een aantal klimaatcomputers van een ander merk. Wij kunnen daar goed meekijken en zij kunnen via Let's Grow ook bij ons meekijken.